Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je ziet, ik ben in een andere ruimte en Lisa staat achter de camera. Joppietje. Want we zijn vandaag in Amsterdam in mijn nieuwe appartement. Dus dat betekent een roomtour, een appartementtour, hoe je het ook wilt noemen. Ik ga jullie mijn huisje laten zien. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie eerst het proces laten zien hoe het eerst was, hoe het er eerst uitzag. Dus dat gaan we eerst doen. Het is dinsdag 8 mei. Morgen ga ik samen met mijn vader voor het eerst klussen in mijn appartement in Amsterdam. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik ga nu lekker slapen. Het is 10 uur. Ik ben echt op. Ik heb de hele dag in de zon gelegen, zoals je kan zien. Ik ben knijterhard verbrand. Dus ik ga lekker slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend weer. Dus dat is enerzijds heel moeilijk. Anderzijds was ik er ook echt klaar mee. Zo, goedemorgen. We zijn nu in de woning waar ik ga wonen. We hebben net alle spullen naar boven gesjouwd. Ik woon 4 hoog. Dus dat is best wel pittig, want we hebben geen lift. Ik laat jullie alvast een beetje zien hoe het eruit ziet. Keuken. En een eettafel. En hier komt waarschijnlijk een bank. De badkamer. Hele mooie badkamer. En hier wordt de slaapkamer. En vandaag gaan we de vloer leggen en kast en bed in elkaar zetten. En dat gaan we morgen eigenlijk ook doen, 2 dagen. Ik heb het eigenlijk best onderschat. Ik dacht echt dat het wel oké zou zijn. Maar het is best wel zwaar om al die spullen naar boven te sjouwen. Ik heb al wat extra mensen gevraagd om te komen helpen. Ik heb het niet zo gevraagd, want ik vind het ook een beetje schrik van mijn vader. Want die is natuurlijk ook wel wat ouder. En die kan niet meer 4 trappen de hele tijd op en neer. Ja, we gaan zo naar IKEA toe. Gaan we bed op vloer halen en de kasten. En dan gaan we door. Dit mogen we straks allemaal lekker naar boven sjouwen. Yay! Oh my god. Nu kom je er pas achter wat conditie is. En dat ik het mis. Dit moeten we nog even 20 keer doen of zo. Dit ben ik nu aan het doen. Mijn vader is de auto aan het wegzetten. Er komt zometeen nog iemand helpen. En die dingen zijn echt tering zwaar. Dus dat moeten we met z'n drieën doen. Dit kan ik wel aan. Hier heb ik nog wel biceps voor. Lekker bezig. Dikke workout dit, man. Moet je mijn hoofd zien. Oh, ik ben echt heel rood. Kijk dan. Oh, wat erg. Jij bent helemaal niet zo rood. Ik ben echt mega. Ja, maar ik ben al zweten, zeg. Oh, kijk mijn hoofd. Zo, we zijn al een paar uur verder. De vloer in de slaapkamer ligt er bijna in. Hier ook al een beetje. Kijk eens wie er is. The one and only. The one and only, twin sister. Wat vind je een beetje mooi of niet? Zie je hier zelf wel een beetje chillen? Ja hoor. Beetje Netflix en wijn drinken. Oh ja, schrikken wel. Ik heb de ramen even afgeplakt. Want we hebben nog geen gordijnen en we hebben hier heel veel ramen. Dus we willen natuurlijk nog even lekker slapen. En dat niet dat we om 6 uur wakker worden en dat dan de zon schijnt en zo. Dan ben ik echt helemaal kapot. Dus ik ga lekker slapen. Ik ga samen met mijn vader in dit bed slapen. Het lijkt een heel klein bed, maar het valt wel mee. Het is een 2-persoons bed. Dus gezellig. Dus jongens, slaap lekker. Ik spreek jullie morgen. Zo, we zijn al weer een week verder en ik ben met de meiden van Fern Lovers, Marielle en Larissa. We zijn hier om een behind the scenes video te schieten, hoe het gaat worden uiteindelijk. Hun gaan mij helpen met de inrichting, daar ben ik echt super blij mee, want ik kan wel een beetje mijn eigen slaapkamer inrichten, maar een hele woning vind ik al best wel moeilijk. Dus hun gaan me hierbij helpen en daar ben ik echt super blij mee. Dus ja, jullie gaan uiteindelijk het resultaat zien. Kom binnen jongens. Hey. Lekker ingestudeerd jongens. Tada! Dit is mijn woning. Dit is dus mijn woning. We beginnen in de keuken. Ja, er is hier niet heel veel over te vertellen. Ik ben zelf niet echt een keukenprinses. Ik moet alles aan Lisa vragen of aan mijn moeder of dingen. Maar ik leer het wel. Ik woon hier nu wel echt 2 maanden of zo. Wel echt fulltime nu. Dus ik begin langzamerhand te leren. Deze keuken, eigenlijk heel veel dingen. De badkamer en de keuken, die stonden er eerst
nog helemaal niet in. Ik heb daar nog foto's van, die zal ik wel ergens even in deze video laten zien. Dus deze keuken is helemaal nieuw, daar ben ik echt super blij mee. Wat ik heel graag in de keuken zelf wou hebben, was dat het alsnog heel erg gezellig was ofzo. Dus ik wilde toch wel een schilderij hebben in de keuken, zodat het wat gezelliger werd. En ja, ik vond dit wel heel erg leuk bij passen. Wat ik zelf heel erg fijn vind is deze blender die ik heb gekregen tijdens mijn housewarming. En deze heb ik gekregen van twee oude klasgenootjes. Ik maak eigenlijk elke ochtend smoothies. En dat vind ik gewoon super lekker. En dat kan ik dus met dit apparaat doen. Daar ben ik echt super blij mee. Oké, dan gaan we door naar de eetkamer. Deze tafel is nog van mijn oma. Ja, ik ben er eigenlijk super blij mee. Eerst dacht ik van hij is eigenlijk wel heel erg groot. Maakt meteen mijn hele woning klein. Maar ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Want ik heb hier achteraf een paar vrienden gehad die dan lekker aan de tafel zitten, lekker hapjes en dingetjes. Dus de tafel is echt perfect. Dus de tafel is van mijn oma geweest en de stoelen zijn van Fern Daily. Daar heb ik ze vandaan gehaald. En wat ik zo leuk vind aan deze stoelen zijn de poten. Want de poten zijn een beetje gecombineerd met de eettafel zelf. Dat wilde ik heel graag. En ik had ook een moodboard gemaakt op Pinterest. En daar kwamen eigenlijk al die stoelen terug vandaan als je mijn moodboard zag. Dus ik dacht, ik moet die stoelen hebben. Ik vind ze zo mooi. Verder deze lamp. Daar heb ik ook echt mijn inspiratie vandaan gehaald van Pinterest. Ik wilde heel erg zo'n houten rieten mand hebben. Ik had er eerst eentje bij IKEA gezien. Ik denk dat iedereen die wel kent. Maar ik vond die toch iets te groot. Dus toen kom ik bij deze terecht. En deze komt van de karwei. Volgens mij van de karwei. Hij komt van de karwei. Verder heb ik wat kaarsjes neergezet. En wat plantjes. Om het toch wat gezelliger te maken. En dit schilderij is ook wel echt een super vet schilderij. Deze vliezen ook in haar slaapkamer hangen. Klopt. Ja. Waar we dan altijd gingen opnemen. En deze komt van Decenio. Ik denk dat iedereen wel die website kent. Ik zet trouwens alle spullen zet ik in de beschrijving. Dus als je ergens geïnteresseerd in bent, dan moet je even in de beschrijving checken. En dan gaan we door naar deze kast. En deze kast komt ook van de karwei, volgens mij. Ik had hier eerst niks staan. Het was hier helemaal leeg. En toen vond ik het, ja, ik wilde eigenlijk wel iets hebben wat toch een beetje wat de woning wat persoonlijker maken. Dus bijvoorbeeld met fotolijstjes en kaarsjes en zo. En toen zag ik deze kast en ik vond het eigenlijk wel heel erg tof om die hier neer te zetten. Zoals je ziet, er zitten hier nog geen foto's in, moet ik nog doen. En de meeste spullen die hier staan, komen dus uit Lisa haar kamer. Want Lisa gaat natuurlijk weg. Als ze toch haar spullen weg doet, dan kan ik ze toch net zo goed gebruiken. Dus ik weet niet waar alles vandaan komt. Deze komt van de Action, dat weet ik wel. Dit fotolijstje komt van de Action. Deze radio, die is ook van Lisa geweest. Deze komt ook van de Action. En voor de rest zijn het waarschijnlijk allemaal van Xenos spulletjes en zo. Dus hier kan ik altijd weer wat anders leuks in plaatsen. En dit is dan mijn woonkamertje. Hij is echt super knus en klein, maar toch wel erg gezellig vind ik zelf. Ik heb hier heel veel ramen, dus ik heb eigenlijk bijna geen privacy als ik geen gordijnen heb. En het is hier altijd super warm als hier de zon op schijnt, want hier gaat de zon onder. En eigenlijk heb ik gewoon de hele dag zonlicht. Dus raamdecoratie vind ik altijd wel heel erg belangrijk. En deze zijn echt super handig. Want, jongens, ze kunnen omhoog, dus dan heb je dit. En weer omlaag. Dus ik kan gewoon zelf bepalen wat ik wil. Deze komen trouwens van Hebo raamdecoratie vandaan. En wat nou zo tof is aan dit gordijn, is dat je het dus helemaal donker kan maken. Nou ja, ik ga het nu niet doen, maar als je dus een horrorfilm wilt kijken of iets en het is nog daglicht, dan kan je dat wel doen. En dan gaan we verder met de bank. Ik wilde heel graag een hoekbank, want ik wilde het gewoon heel erg gezellig hebben in mijn woonkamer. En ik vind dat een hoekbank daar altijd wel heel erg bij helpt. Deze hoekbank komt van Sofa Company. En ja, het is echt, jongens, ik kan hier echt de hele dag op chillen. Kijk dan met het zonnetje zo. Lekker. Verder, de kussens komen trouwens van, volgens mij allemaal van IKEA. Ja, ik koop alles bij IKEA. Ik ben echt zo'n IKEA persoon. Dit kussen komt dus uit Thailand. Ik vind dat wel leuk om wat dingen, ja, gewoon met reizen en gewoon als je ergens heen gaat, wat spulletjes. Dat je dat gewoon mee kan nemen nu in je eigen woning. Dus dat vind ik ook wel leuk. En wat het ook altijd wel heel erg gezellig maakt, is een vloerkleed. En dit vloerkleed komt van Louise de Porte, als ik het goed uitspreek. Ja, ik wilde heel graag een vloerkleed wat wel paste in de woonkamer. Dus qua kleuren. Niet dat het meteen heel erg mega druk wordt. En deze kleur helpt er wel heel erg bij. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Dank je overheen, Tom. Ja. Oh, yeah. Oké. Okay. En wat nou heel erg tof is aan mijn woonkamer, is deze mini koelkast. Deze heb ik van Red Bull gekregen.
keer voor... Volgens mij heb ik het toen gedaan voor... toen met wakeboarden. Toen kregen we deze koelkast. Daar ben ik echt super blij mee. Want hier kan ik dan gewoon snacks in doen die ik gewoon altijd gewoon wil eten. Tijdens film kijken of iets. Dus daar is die heel erg handig voor. En zoals je ziet heb ik ook wat planten in mijn woning. Deze planten, die komen allemaal van Plantsom vandaan. Het is echt een hele leuke website, want ze sturen het op naar je. En dan krijg je echt een soort van handleiding hoe je je planten moet verzorgen. Je hebt ook een app trouwens die je kan gebruiken. Die gebruik ik, want ik hou heel erg van planten. Ik vind ze hartstikke leuk. Maar ik weet gewoon niet wanneer ik ze moet water geven en hoeveel en dat soort dingen. Dus daar helpt die app heel erg bij. Dus dat zijn de planten en dan gaan we nu door naar de slaapkamer. En dit is dan de slaapkamer. Hij is best wel klein, maar ja, ik heb niet heel veel nodig. Ik heb eigenlijk een bed nodig en that's it. Dus dit bed komt van IKEA. Ja, wat ik eigenlijk wel belangrijk vond is dat het bed wel een tweepersoonsbed was. En dat ik dus spullen onder het bed of ergens... kan verstoppen. En dat kan. Hier zitten lades onder. Daardoor kan ik dus eigenlijk alles lekker daarin verstoppen. Zodat je het niet ziet. Verder heb ik eigenlijk alles wat uit deze kamer komt. Is van IKEA. Zo slecht. Zo slecht. Deze spiegel komt van IKEA. Ik wilde heel graag een lange spiegel hebben. Hey. Mijn wasmand komt van IKEA. Kast komt ook uit IKEA. Ja, ik moet die eigenlijk nog een beetje inrichten. Want ik heb nog niet heel veel kleding erin. Moet ik nog even doen. En zoals ik al zei, hier kan je dus allemaal dingen in verstoppen. Want ik hou heel erg van veel producten en spullen hebben. En dan kan ik dat allemaal hierin doen. Wat ook wel leuk is aan dit bed, is dat je hier heb je ook nog allemaal kastjes. Dus hier kan je al je schoenen kwijt. Wat ik heel erg fijn vond. Je hebt het ook aan de andere kant, maar daar kom ik dus niet bij. Verder wat ik heel erg knus vind aan deze kamer is... Als het donker is, dan kan ik deze lampjes aandoen. En deze lampjes komen van Cotton Ball Lights. Als ik het goed uitspreek, Cotton Ball Lights. En je, ja, dan kan je zelf ook je eigen kleuren samenstellen. En dat is wel heel erg leuk als je nou bepaalde kleuren heel graag in je kamer wilt hebben. Cool. Ik heb deze kleuren. En nou ja, als het dus donker is, wat het nu helaas niet is. Maar als het donker is, dan is het echt super gezellig. Oh, echt dit matras, jongens. Ik heb, weet je... Thuis heb ik een matras en dan denk ik van oké, prima, een matras, weet je wel. Het is gewoon, je ligt klaar. Maar nu weet ik pas het verschil voor gewoon met een goed matras. En dit matras is echt top. Ja, jij vindt het ook lekker, Lisa. Ja, ik wil je altijd slapen. Ja, het is echt alsof je op een wolk slaapt. En dit matras komt van Emma Matras vandaan. En ik heb een hele leuke mededeling voor jullie. Want jullie kunnen dus 15% korting krijgen als je... deze code gebruikt. En die code staat dus hier. Dan kan je dus een korting krijgen op Emma Matras. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik wil altijd slapen als ik hier lig hoor. Dat vind ik... Oh. Nou, ik ga ook wel slapen. Oké, en dan het laatste onderdeel jongens. De badkamer. Tada! Ja, hij is een beetje klein. Dus... Maar hij is wel heel leuk. Nou, mooi. De douchegordijn komt van IKEA vandaan. Vloerkleed ook. Vond ik wel lekker, want... Ik hou niet van koude tegels als ik uit de douche kom. Vind ik niet zo fijn. Ja, verder heb ik niet heel veel te vertellen over de badkamer. Dus gaan we maar snel vandoor. En dan was dit mijn woning. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden, dat jullie er iets aan hebben gehad. Als jullie nog leuke ideetjes hebben voor bepaalde hoekjes of dingen, weet ik veel wat. Let me know in de comments. Vind ik heel erg leuk, want er kan altijd wel wat veranderd worden. Als jullie meer dingen willen zien over woning of weet ik veel, koken, moet je niet aan mij vragen. Maar andere dingen, let me know ook in de comments, want misschien kan ik daar wel wat mee doen. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal, het is helemaal gratis. En vergeet onze laatste video's niet te checken, die staan hier beneden onderin. En vergeet ons niet te volgen op social media, naampje Melanie Koolster en Lisa Koolster. Ja, hey. Hi. En dan mogen jullie nu gaan. Get out, come on. Echt? Move. Ja, come on. Moet je echt nu gaan? Ja, Lisa. Go. Come on. Doei. 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 Bye. Doe je? Ja. Oh.